Hoi iedereen, leuk! Nee, nee, je had die hand voor mijn gezicht. Zeg gewoon, ga naar haar toe of zo. Put your hands up when you like, put your thumbs up and subscribe, then you can see Chelsea Melody. Chelsea Melody. Hoi allemaal! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben hier vandaag samen met Annelot en met Eva. En we gaan vandaag de What's Your Reddit Tag opnemen. En de What's Your Reddit Tag is eigenlijk dat je gewoon vragen beantwoord met dit of dat. Dus je moet gewoon kiezen tussen dit of dat. Laten we maar meteen beginnen. Jullie hebben vragen achtergelaten op mijn Instagram account, dus dat gaan we even kijken. 50% kans op 1 miljoen of 100% kans op een half miljoen? 100% kans op een half miljoen. Ja, ik zou ook 100%. Ja, maar dat is sowieso wat. Altijd liegen of altijd de waarheid vertellen? Die is echt vet zuur. Ja. Ik zou dan altijd de waarheid vertellen. Ja, dat is toch beter. Ja. Ja. Ja, altijd de waarheid vertellen. Liever geen armen of liever geen benen? Liever geen benen, want dan, je kan altijd wel in een rolstoel en zo, maar met je armen, je doet altijd met je armen, maar, hè? Hoe moet je dat aankijken? Ik zou ook, want je kan ook van die netbenen nemen, toch? Zonder armen kan je niet eten, je kan echt helemaal niks. Ik kan gewoon in een rolstoel zitten, dat is wel chill. Zo'n elektrisch dingetje. Ja, heel chill. Ik zou voor handen gaan, dat ik mijn handen nog heb, zeg maar. Voor altijd het kapsel van Miley Cyrus hebben, of voor altijd na elke zin een boer laten. Ik zou voor altijd een boer laten, joh. Voor mij verandert het toch niks. Maar waarvoor kiezen jullie? Boer? Ja. Ja, ik vind dat kapsel vind ik helemaal niks. Ik denk dat het wel bij jou staat. Nee, je Miley Cyrus. Liever met een pannenstoker onder je teennagel tegen een muur schoppen, of met je lichaam vol met wondjes in een bad van citroenzappen zitten. Nou, sowieso die lichaam vol met wondjes. Oh. Ik ga echt wel. Ik denk ook de tweede, maar weet je hoeveel pijn het doet, hè? Als je Liever blind of liever doof? Liever doof. Als je blind bent, dan kan je gewoon niks meer. Je ziet niks. Je bent gewoon zwart. Zo. Nee, dat ben echt gek. Doof, dan kan je helemaal niks meer. Maar dat heb ik wel gehoord, apparaatje. Nee, want het werkt ook al niet meer. Kiel, als je doof bent, kan je tenminste nog gebarentaal. Ik zou 100% zo gewoon voor liever doof kiezen, hoor. Nee, ik zou liever doof. Meeloper! Nooit meer poepen of nooit meer tafels kunnen kopen bij die IKEA. Nooit meer tafels kopen bij die IKEA, dat doe ik toch al niet. Ja, echt van poepen. Ja, daarom. Altijd als ze gaat poepen, gaat ze me appen of zo. Ik ga nu poepen. Ja, gisteren ook. Ja, mijn poep is heel hard. Ik ben er helemaal rood van. Oh. Ja, nou, ik zou echt gaan voor nooit meer een tafel bij de IKEA kopen. Want ik kan ook gewoon met alleen bakker of zo. Alleen bakker. Waar kiezen jullie voor? Dat nooit meer bij de IKEA tafel kopen. Ja, poep is gewoon lekker. Liever een banaan of een appel in je keel gaat forceren? Een banaan. Een appel, dat past er niet eens in. Banaan, keel, dat is zo dunner. Een appel rond en zo. Hoe krijg je dat in je mond? Zo. Wat kies jij dan? Keel, een banaan. Dit is toch fucking makkelijker? Hoe krijg jij een appel in hier? Een slang als huisdier of een vogelspin als huisdier? Sowieso een slang. Een slang, die kan je vogels willen kribbelen. Ik ben zo bang voor spinnen. Ik ben zo bang voor zilvervis. Ik wil een stam. Liever elke dag natte sokken in je schoenen of een klein steegje in je sok die niet weggaat. Niet wat? Een klein steegje, want dat is gewoon irritant. Het is irritant, maar het doet geen pijn of zo. Natte sok is vies en dan zo. Oké, chill, stop maar. 5 mensen doden met een mes of 10 mensen doden met een geweer? Nou, 5 mensen doden met een mes. Dat is niet zo moeilijk. Maar de pistool is wel leuk. Dat is kapot. Wat zit je nou te lachen, Piemelo? 1,20 meter kort of 2,20 meter lang? 2,20 meter. Ik zou 2,20 meter. Nee, dan word je echt zo lang en lomp. Ja, maar 1,20 meter, dan ben je zo smurfie. Ik word 2,20 meter, jij? Ik weet het echt niet. Ik 1,20 meter. Dan ben je echt een smurf. Ja. Altijd jij. Altijd ik. Met een lange pik. Voor altijd hartjes tekenen of voor altijd poesjes tekenen? Hartjes is veel makkelijker. Geen telefoon of geen laptop? Geen laptop. Ik zou het? Nee. Geen telefoon, want je hebt nu WhatsApp, web en dan kan ik gewoon op mijn fucking computer WhatsApp. Je moet wel een telefoon hebben om erop te kunnen. Nou, dan doe ik gewoon een Apple Touch. Oh, dat kan ik niet. Dat kan toch niet? Nou, ik doe gewoon een computer. Ik zou geen computer doen. Ja, ik ook. Nooit meer crushen. Oh! Jij bent. Waka waka ee! Waka waka ee! We hopen dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer op Chelsea. Abonneer op mij. Like deze video. En vond je het leuk om mee te doen? Zeker. Ja. In ieder geval, tot de volgende video. Doei. Later!